Informateur Brigitte van Haafden heeft dinsdagmiddag 4 december haar eindrapportage overhandigd aan de fractievoorzitters. In deze rapportage brengt zij een advies uit voor het formatieproces wat nu start. Er is van alle kanten gepleit voor een brede coalitie. Een coalitie die een afspiegeling is van de inwoners van 21 kernen notabenen. Die herkenbaar is en die zich gedragen voelt voor die eerste 3 jaar van de nieuwe gemeente. Daarom heb ik gezocht naar een afspiegeling van het brede politieke spectrum. Met waarin je terugziet de diversiteit van de samenleving. Daar komt bij dat een brede coalitie meer ruimte geeft aan de raadsfracties om eigen afwegingen te maken. Dat geldt dan voor alle partijen. Altena verdient een stabiel bestuur dat die komende 3 jaar goed kan samenwerken en slagvaardig dingen kan opbouwen. En daarvoor is ook een kritische tegenkracht nodig in de gemeenteraad. Het zoeken naar een goede balans in deze genoemde punten leidt tot het advies om het formatieproces in te gaan met de volgende 4 partijen. Het CDA, Altena Lokaal, SGP en Progressief Altena. Had u van tevoren uiteindelijk vanuit de grootste partij, het CDA, een opdracht meegekregen? Nee, ik heb de opdracht meegekregen om een brede verkenning te doen. En te komen tot een advies voor partijen waarvan ik het vertrouwen heb dat die samen goed een coalitieakkoord kunnen vormen. Ik ben blij dat het op deze manier inderdaad een beetje de gang erin zit. Want iedereen vindt eigenlijk wel dat we het zo snel als mogelijk kan moeten doen. Ben je dan een beetje blij met de resultaten die er dan geboekt worden nu? Nou ja, ik ben blij met het evenwichtig advies van deze informateur. Ik denk dat iedereen er ook wel iets bij kan voelen. En natuurlijk zijn er ook partijen teleurgesteld, hè, die niet onderdeel zijn van de volgende fase. Dat snap ik ook. Maar goed, wij hopen in ieder geval met deze 4 redelijk korte termijn ook eruit te zijn inhoudelijk. Zodat we toch wel richting begin volgend jaar met een nieuw college van start kunnen. We zitten in de tweede ronde en dat was ook de bedoeling. Het was, kijkend naar de hele campagne en alles wat je op poot hebt gezet, was het de bedoeling om in dit fusieproces aan het roer te staan, mee aan het roer te staan. En die kans wordt ons nu geboden en die zullen we zeker pakken. Ik vind het een eer om mee te kunnen doen en mee te mogen doen. Ja, zeker, als SGP. Ja. Verwacht u nog enige obstakels in zo'n formatieronde? Nee. Kijk, van tevoren en heeft de informateur ook ons gevraagd van nou ja, is hier voldoende draagvlak? Zie je dat zitten eigenlijk, kortom, die samenwerking? Nou, die zien wij helemaal zitten. We hebben gelukkig een hele capabele informateur in Brigitte van Haafden, geassisteerd door onze griffier. En wat zij ook vertelt in haar verhalen, dat als je de partijprogramma's naast elkaar legt, dat er eigenlijk heel weinig tot geen verschillen zijn. Dus dat biedt gewoon een heel goede basis om met elkaar die coalitie te vormen. U heeft al eerder aangegeven bij ons in een radioprogramma dat het goed is om de coalitie zo breed mogelijk te houden voor een herindelingsgemeente. Wat zijn daar de uitkomsten dan van binnen zo'n gesprek? Vanuit de fractievoorzitters van alle partijen was eigenlijk al voor de verkiezingen gezegd, we moeten straks proberen zo breed mogelijk te gaan regeren, zeg maar. En dan kun je breed opvatten als heel veel partijen, maar ik heb vooral gezocht naar hoe je de hele brede range, het hele spectrum van politieke meningen een goede plek kunt geven. Dus in ouderwetse termen, hoe je van links tot rechts goed een plek kunt geven in dat college. En ik denk dat met dit voorstel dat goed gelukt is. CDA, Altena Lokaal, SGP en Progressief Altena bestrijken een heel breed spectrum. U gaat dan ook verder als formateur. Ik heb nog even een beetje een slag om de arm gehouden. Ik vind het heel eervol dat ik daarvoor gevraagd ben om ook als formateur aan de slag te gaan. Maar ik moet nog eventjes op mijn werk wel het nodige regelen. Want dat kost natuurlijk nog wel wat meer tijd als je echt de diepte in wil met elkaar. Dus ik ga dat eventjes proberen goed te regelen. Maar aan de snelheid zoals het nu ging,
Het is redelijk vlot gegaan. Verwacht u dat dat dan ook voor een formateur zo snel zou kunnen gaan? Nou, je weet natuurlijk in een gesprek waarin je echt ook wel elkaars nieren gaat proeven, nooit precies hoe dat zal lopen. Het is natuurlijk plezierig zolang je met elkaar in gesprek bent over wat abstractere dingen. Ja, dan zijn we het allemaal wel eens. Maar nu gaat het straks over hoe krijgen we op papier waar we ons ook jarenlang aan gaan houden. En dat is toch van een ander gewicht. Dus...